Hallo iedereen, welkom bij mijn kanaal. Vandaag zitten we in iets heel anders. Je ziet dat ik controls in mijn handen heb. Je ziet dat ik gewoon zo kan rondkijken. Ja, wij zitten eindelijk in VR. Het is ons gelukt om een video's te kunnen uploaden met mijn stem. Eerst nam je alleen maar het beeld op en het geluid van in de game. Maar nu heb ik een headset op en hij record wat ik zeg nu. Het zit niet echt comfortabel, zo'n headset, maar ja, ik hoop dat je het kan horen. En dat kan ik samen mergen met het programma en dan is dat de uitkomst. Dus dan geef ik even twee tikjes. En als ik dat later bij het editen goed zet, wat er gebeurt met geluid. Even nog een keer. Stil. Oké. En dan ga ik dan gebruiken dat het goed zit. Ja, laten we beginnen. En ik trouwens, deze video gaat vandaag over het spel Help Wanted. Ik weet niet of je het kent, maar het is van FNAF Games. Gaan wij vandaag spelen. En dan ga ik een serie van starten. Ik ga proberen uitspelen, denk ik. Wie weet. Dus dan heb je daar Honey. Ja, en dan gaan we even mijn data herstarten. Want dat heb ik nog niet gedaan. Dan we even overnieuw beginnen. Mooi, fris begin. Ik zit nu de hele tijd een beetje met mijn headset. Maar ja, het gaat er ook om dat hij een beetje bij mijn mond zit. En dat zouden jullie moeten horen. Ja, dus gaan we spelen. Ik zet het geluid iets harder. Steel Studios. Ja, ik speel dus op de Quest 2. Als ik dat niet wist. Je hebt mijn handen. Cool, hallo Freddy die naar hem ontstaart. En dan klikken we op Options, denk ik. Clear data. Are you sure? Yes, I am. Oké, mijn controller trilde helemaal. Oké, staat het opnieuw op. Oké, ja. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, klik op nieuw game. En dan gaan we in de wereld van de elektronica. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Lekker. Nou ja, we zitten dus in. Ik heb mezelf hoger gemaakt. Dat wil ik niet. Ja, ik kan dus met knopjes kiezen hoe ook hoog ik ben. Ik denk... Ik ben wel zo hoog, maar... Ik vind het goed zo, weet je. Maar het is wel goed zo, ja. Dan hebben we dus dat. Kijk, dan kan je dus de prijscounter. Ja, klikken. Even het draadje uit de weg. Oh, ik heb er... Even opnieuw. Dan heb je de prijscounter in mijn hand. Is erg onzichtbaar. En dan kan je dus al dingetjes in spannen. Kijk, en dan krijg je zo, wie. Dat is wel grappig. Oeh, Vescoin. Ik zag geluid iets zachter, het stond een beetje hard. En ja, dus daar hebben we elke game dingen. En dan gaan we het doen. Dus ik dacht misschien gewoon beginnen met nacht 1 en vanaf 1. En ik dacht gewoon een beetje af te gaan, niet gelijk één ding complete per keer. Ja, ik heb er zin in.
Het is wat gezellig met jullie hierbij. Het maakt me minder bang. Ik ben oud, het is niet super eng. Het ligt ook een beetje aan wat. Hier ben ik nu heel klein. Sheet en dan... Ben je dit? Ik zit niet goed in mijn kamer. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. Even denken hoor. Week now, as a matter of fact. So, I know We zitten wel goed zo. But I'm here to tell you, there's nothing to worry about. We zitten dus in een office, ja. Ik heb drinkie. Een coin. Even afval weg. Geef me die coin. Oeh, ik stond op mijn kabel. Eigenwijs ben ik. Ik ben nooit goed in, want Questway heeft geen kabel. Een tape. Rot ding. Ja, dat wil lampen. Kijk, vooral als je deze game kent. Sheet is Barney al genoemd. Oh. Nou, back. Ik vind het wel fijn om ze aan te houden altijd. Mama's. En ik doe vaak gewoon niet op de echte camera's, gewoon een beetje heen en weer. Het... Weet je? Dus eigenlijk is deze nacht voor mij gewoon een beetje heen en weer switchen. Kijk, een beetje dansen. Ik hoop dat jullie kunnen zien wat ik zie. Het is natuurlijk een heel anders beeld en daar ging de... Deed een beetje raar, hier een propje naar buiten. En Barney kan elk moment komen. Even een microfoon testen, hij zit dicht bij mijn mond. Kan zo enorm schrikken, ik ben er niet op voorbereid. Nou ja, ook weer wel. Ja! Ah, dat was even stress. Barney zit daar. Ik ook dit doen. Dicht. Hou altijd je focus bij je. Ik moet bij, dus pure stress hoor. Als ik faal, vind ik het heel stom. Ik ga het voor jullie halen, jongens. Dan kunnen wij gewoon dansen, hè? Oké, ik heb hier. Hallo Barney. Ik ga niet de deur open doen waar Chica zit. Vind ik gewoon te eng. Hallo Chica. Ik wist dat je hier was. Hier kan ik hem niet zien.
Sowieso. Kippie, kippie, kippie. Wauw. Jongens, we hebben het gedaan. De eerste nacht is al zo'n fucking stress. Oh my god. Oh, ik heb ook wat last van mijn rug. Ja, ik heb last van mijn rug. Ik heb er wel mee. Geef me iets meer. Rot plusstrap. Ik heb echt de fuck aan jou. Oké, nacht 1 gehad. Wacht, we gaan toch altijd naar menu bij de eerste nacht? Ja, we hebben het gehad. Oké, ik dacht al. Dacht misschien hebben we het niet gehad. Oh, snoepjes. Kijk uit, kijk voor de grond in het echt, want ik zit hier ook op de bodem waar het snoepje nu zit. Eerst even. Dus heb ik serieus op replay title. Welcome to the Freddy Fazbear Entertainment is excited to join the digital age. And what better way to skip of ik heb het virtual reality experience. Ja. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. We do, however, ask that you agree to a simple waiver because your knowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Okay, that was even rot. Okay. Wat ben je... Stomme knop, daar ga ik niet toe. Ik wil gewoon... Ik heb de game geresumed. Cancel, ik... Sorry. Ja, wat zullen we doen? Vanaf 2... Dan zou volgens mij beter en ik zat het geluid nog een tikje zachter. Het stond wel goed, maar sorry, ik ben gewoon stinken bangerik. Even kijken, kan ik bij de knoppen? Oké, ik zit op mijn kabel. Oh, je wafel, je masker. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. Ik hou van multitasking. Eigenlijk is dat wat je een beetje moet doen. Een beetje heen en weer. En dan is het eigenlijk gewoon klikken en dit doen. Oh, eigenlijk de laatste nachten zo heb ik alles gehaald. Ik wil eigenlijk kan ik niet gewoon super groot worden. Dan kan ik ze gewoon neerhalen. Als voor mijn gezicht komen. Het zit ook voor oude telefoon waar we mee praten, joh. Ik bedenk nu pas, we zitten in een hele hoge technologie met elektronics. En heb je zit.
Een ouderwets dradig telefoontje. Hier, in de vent met jou. Zo'n vent. Hier. Ha. Oké, want dan hebben we hier een paar toys. Ruiken. En dan hebben we hier de widderets. Ik ga je... So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system. Something about the robot seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into the suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. but hey, you have a light, and even though your flashlight... Oh, je bek. Nee, ga aan eigenlijk. Ik vind het altijd eigenlijk veel fijn als iemand bij me is. Soort van. En je is een bij me. Ik heb net een abonnees. En al bij me. Hoef ik geen grote kanaal te worden. Moet ik allemaal leuk hebben. Ik praat niet heel veel erin. Nee, het is, ik ga denk ik in dit heel erg focussen. Moet ook wel anders is geen manier voor winnen. We zijn dan wel op 3 a.m. maar elk moment kan er iets. Oké, hallo. Dat is een ding. Later krijgen met heel wat. Ja, gewoon film te maken. Dicht, oké. Altijd volhouden. Ja, dat is nou zo fijn in VR. Je kan multitask. De camera's zijn gewoon fijn. Zijn wel klein, maar... Elk moment kan er in de rechte vent, deze dus... Ik wou niet uitstappen. Proberen het verkleden doen en dan gaan wij een Freddy mask opdoen. En denkt van, hey Freddy, wat doe jij hier? Maar als de maker niet hier is, dan gaan we wel ergens anders kijken en dan resetten ze. En dan heb je dit. Hallo, ga weg. En dat was dat. Ik vind het zelf minder eng dan vanaf 1. En dan heb ik iets meer zin in dit. En vanaf 3, ja. Je moet hem in de spot houden, anders word je heel snel een sigaar gelopen. 5 a.m. Nu kan Chica links komen. Die gele. Oh, 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 oh. Ik hoop niet dat ze komen. Dat is niet zo leuk, nee. Je hoeft ook geen knop in te drukken. Je doet het gewoon echt met collision met je hand. En dan gaan we. Soms moet je je masker aan het einde opdoen. Anders kan je nog een dood gaan. Dat haat ik. Dan heb je dit en dan word je gejumpscared. Super rot. Oh, ik heb nu al zweet, geloof me. Misschien ga ik zo hiervoor hoger zijn. Bier? Oh, ik eet bier op. Lekker, met glas en al. Heerlijk. Heb ik misschien gemaakt een cookie simulator. Kun je het stipje daar zien? Ik denk het niet eigenlijk. Ja, voor mij sowieso dat je... Dat weet dat ik record. Het is überhaupt wel cool. Ik wil even kijken hoor. Is handtracking ondersteund? Nee. Want de Quest 2 heeft VR handtracking. Dus hij ziet met camera's hoe je handen zitten. Dus hij kan echt heel je beweging helemaal meten. Dat is cool. Yeah.
Weet je wel, we doen wel. Ik wil wel een paar party servers doen. Vind ik wel leuk eigenlijk. Niet te stressend, vind ik. Oké, okay, let's go. Eén stapje hoger. Die dingen zou ik zo gigantisch. Kijk dan, ook. Oh, zo dichtbij ook. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Okay. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you well done. Adam. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary... Oh, dat is bijna buiten mijn speelruimte, kamer. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the blinking button again to verify your work. En dan... Dan... Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close it up. Place both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. Weep, weep, weep. Waar kan hij? Laat nog eentje doen, hè? Krijg je ook lekker prijsjes van. Oh, shippie. Nee, ik was ship. God. Verdelen. Het is wel grappig. Ik krijg altijd heel veel snoepjes als je... Kijk. Weet je, we gaan... Chica. Hallo, Chica de kip. Mag ik wel pizza als ik jou fix? Dat is een beetje verkeerd. Zo, dat is wat rechter. Welcome back to Parts and Service. There have been complaints about Chica's acrid smell. Hello. Sounds like Chica has been rummaging around the kitchen again. Remove all food particles from Chica's exterior and place it in the refuse bin on your right. Good job. Even schoonmaken. Chica is not hiding any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. It looks like Chica has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant Grade Chem. Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin, or eye irritation. Good job. Now reattach Chica's upper arm. Oh shit, ze kijken naar, dat wist ik niet. Well done. Oh no. Blijf. It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Do not let the infestation spread. Be sure to give the canister button another push as needed. Return the cupcake to Chica's plate. Return the cupcake to Chica's plate. God. Return the cupcake to Chica's plate. Great job. Chica is ready to serve pizza and hugs to the kids again. Take a complimentary slice of pizza for a job well done. Yeah, lekker. Delicious. See you next time. Ziet er inderdaad goed uit. Oeh. Hallo, kakkelak. Wat een kakbeest. Kakkelak. Oké, okay, even groeien. Al chips volgens mij. Al eel.
We hope you're enjoying the Fazbear virtual experience. Please be aware that there may be visual artifacts. Ik zou wel veel doen, maar ik vond het gewoon een leuke task die je kan doen. Okay, en dat vind ik ook wel erg lastig. Welcome back to Parts and Service. It looks like one of our guests. Een beetje goede vrienden. Ik ben zo groot geworden. Let's return it to the lost and found. Careful, Freddy's. Good job. Now place the hat in the... While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Good job. It appears there is a child's shoe wedged behind Freddy's music box. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Gently grasp the music box and extract it from Freddy's chest cavity. Carefully place the music box on the work table to your left. Great job. To reset the safety latch, press the button located on... Now, remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity, and we'll call it a day. Oh no! You seem to have mishandled Freddy's music box. This is not good. A replacement may be found on the work table. A slow and even pace is recommended. Crisis averted. To close Freddy's chest cavity, press the large black button on the center of Freddy's face. That concludes your time in parts and service. Your pay will be docked accordingly. Gigant. Oh, klein worden. Maar nu ben ik heel groot. En ik denk eigenlijk dat dit het einde wordt van de video. En ik denk dat ik jullie volgende keer zie. Ik ben nu een beetje aan het koekhalzen, stikken. Ik hoop dat je het leuk vond in VR. Ik heb niet heel veel meer. Ik heb een paar andere games en dat gaan we misschien ook spelen. Ik kijk wel. Abonneer en like als je meer VR wil zien. Of komt het? Of wat je wilt zien. Doei. Leuk lesje. Bye.